Welkom bij het beste van 538 weekoverzicht. Ik had altijd twee grote dromen. Dat was een ochtendshow. Nou, dat is wel goed gekomen deze week samen met Bas. En het hebben van een eigen snack. Nou, die is er nog niet. Mocht je er eentje willen maken, hit me up. Maar Snelle heeft wel een eigen snack. Je kan namelijk in een snackbar in Deventer de Snelle Burger krijgen. Er zit een zeer bijzonder ingrediënt op. En wat het is, check je in deze video en ik wens je een fijn weekend. Welkom, het is de allerbeste start van je werkdag. Woensdagochtend, laat even weten waar je luistert. 90's at 9 met Notorious B.I.G. Je hebt van die producten die je niet over één kam kan scheren. Ik heb wel zin in een bakje koffie, maar niet alle koffie is hetzelfde. Snap je wat ik bedoel? Ja, eigenlijk hetzelfde als met brood. Exact. Ja, toch? Je hebt heel veel verschillende broden. En je kunt heel moeilijk brood en ook heel makkelijk brood hebben. En je kunt dus een connoisseur zijn. Als je zin hebt in brood, heb je niet altijd zin in al het brood. Nee. Als je zin hebt in een kop koffie, heb je er niet altijd zin in alle koffie. Dan wil je een goede koffie. En dan wil je niet zo'n slappe, afgetrokken dingetje. Nou, dat heb jij. Ik ben meer van de slappe, afgetrokken. Die vind ik lekker. Ja, maar dat is mijn. Ja, ja, dat is voor mij. Hey, goedemiddag. Ja, je kan in de 538-app terecht met al je berichten. Of het nou vragen zijn, klachten, opmerkingen, random berichten. Het maakt niet uit. En jij hebt een vraag. Ja, ik had een vraag, ja. Mag ik hem stellen? Ja, nee, zeker. Nee, Suzanne, dat was hem. Sorry, fijne middag nog. En hier is Lil Nas X. Nee. Van de week liep ik dus door Hilversum, daar waar ik tegenwoordig woon. En dat is een stad, dus dat heb je hier niet. Stad. Stad. Voor mij is dat een stad. Ja, stad. En er is een Primark, dat is een stad. Ja. Ja. En ze waren daar gewoon, de gemeente was daar bezig met iets ontluchten of zo in de riolering. En toen dacht ik, hè, dat ruikt weer helemaal naar mest. En toen voelde ik me weer helemaal thuis. Toen dacht ik, eigenlijk is dat best wel een lekkere geur. Wat jij van de week dus, zei is, ik loop door Hilversum. Er staat een put open, ze zijn aan het werk. Het ruikt overal naar stront. En dat vind ik echt heel lekker. Dat is wat jij van de week zei. Ja. Scheid uit een put, dat is gewoon poep van andere mensen. Dylan, dat vindt niemand lekker ruiken. Ja, als je het zo zegt, is het misschien wel een beetje vies. Ja. Goedemiddag, spreek met Larissa. Hey Larissa, heb jij last van een bouwfoutje? Eigenlijk best wel. Wij wilden pas even de kozijnen buiten gaan verven op de bovenste verdieping. En wij wilden toen het raam openzetten. En toen kwamen we erachter dat we het raam niet verder open konden doen, omdat daar de kachel zit van voor de handdoeken te drogen. Dus dat niet echt een probleem om het te verven, want uiteindelijk hebben we iemand laten komen. Maar je kan niet echt lekker ventileren op de badkamer op deze manier, zeg maar. Handig. Ik wacht al heel erg lang op een nieuwbouwwoning in Oosterhout. En bijvoorbeeld een grote fout is een stopcontact in de douche. Nee! Ja. Maar ze hebben een hekel aan je, denk ik. Dat denk ik, ja. Maar niet alleen aan mij, maar aan 106 andere mensen. Nee. Ach, en wat nog meer? Een parkeerdek die niet waterdicht is. Brandveilige ramen die gebroken zijn tijdens het bouwen. En ga zo maar door. En je klinkt veel eisend. Ik klink heel veel eisend, ja. Tongeren in Eindhoven heeft een voetbalvereniging en daar hebben ze de tribune hebben ze verkeerd omgezet. Nee. Ja, nee, ik ben Mark van Gurp van Paul Schut Fast Service Restaurant in Deventer de Kolmsgaten en Deventer de Vijfhoek. En wij hebben al een cafetaria ruim 31 jaar in Deventer. Kijk. Wat lekker. Kijk, en wij zaten natuurlijk te denken, jij en Deventer en dan die shows die je in de Adelaarshorst gaan doen. We kunnen niet. We moeten iets bijzonders doen met Groen en Sander Show. Dus kosten nog moeite gespaard. Mark, want wat kan jij sneller aanbieden? Patat. Nou, het idee was eerst om sneller ereburger van Deventer te maken. Dat kan ik niet. Ja, leuk, burger. Maar ja. Ik kan wel voorsneller een snelle ereburger maken en opnemen in ons assortiment. Hey! Fantastisch. En hoe snel is dat gerealiseerd? Want anders kom ik vanavond nog even in. Er zijn twee dingen mee. De burger is al prijswinnend. In 2015 ben ik al een keer bij jullie in de uitzending geweest voor Lekkerste Hamburger van Nederland, die we hebben gewonnen. Je gaat die reclame maken, ja. Fantastisch. En diezelfde hamburger die gaan we dan gebruiken om voor snelle, de snelle ereburger te maken. Maar mijn vraag is eigenlijk wel,
Wat wil Snelle in ieder geval op zijn hamburger hebben? Oeh, dat is, ik had laatst nog een discussie met iemand of de augurk of niet op moest. Ik wilde wel augurk op. Tuurlijk moet de augurk op een hamburger. Ja, 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 ja. Dus dat, is dat een stomme antwoord? Nee, toch? Nee, natuurlijk niet. Nee. Augurk moet erop. Dat vind ik ook. Toch leuk, dat, leuk dat wij een hamburger cadeau doen naar iemand die het nodig moet afvallen. Omdat hij het net deed.